Nog 100 meter. 50 meter nog. En de start is gevallen. De paarden zijn onderweg en in het midden van de baan Celtic Boco, het paard van de sponsor, hij neemt de leiding. Zo gaan de deelnemers de eerste bocht in. Celtic Boco heeft een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats erachter Brutus. Die heeft een hele mooie uitgangspositie gevonden. Galopade in het achterveld voor zo te uitgeschakelde zien. Uitgeschakelde 9 galop. Woody Woodpecker dus, ik word erbij geholpen. Deelnemers gaan op weg naar de overzijde van de baan. En het is aan de kop van het veld inmiddels. Aan de buitenzijde een opkomende nummer 7, Dinant Confital. En die gaat de leiding overnemen van paard nummer 5, Celtic Boco. Dinant Confital, Celtic Boco op de tweede plaats. Daarachter Brutus. John de Leeuw zijn armspieren worden getest vandaag. En daarachter volgt dan in derde stelling aan de binnenzijde paard nummer 2, Angie Meadow, die heeft dus ondanks die moeilijke uitgangspositie een mooie positie weten te vinden. Twee rondes te gaan, vijfde plaats voor Dylan F. Boco. En achter deze paarden komt Silver Sycamore naar voren. Alfonso Starlake heeft ze allemaal nog te passeren en dat geldt eigenlijk ook voor Cashflow. En op achterstand geraakt is Dreamline Promise. Paarden gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. En vooraan wordt het tempo hoog gehouden door paard nummer 7, Dinant Confital. Dinant Confital, 2,5 lengte voor. Daarachter is het dan Celtic Boco en in derde stelling Brutus. De vierde plaats daarachter voor Angie Meadow. Vijfde is Dylan F. Boco. En achter Dylan F. Boco op de zesde plaats Silver Sycamore met verreweg in het veld. En die komt nu weer naar het tweede spoor, Alfonso Starlake. En achter Alfonso Starlake komt ook in het tweede spoor zo dadelijk mee naar voren paard nummer 3, Cashflow. Echter, de weg naar de finish is niet zo lang meer voor de koploper Dinant Confital. Dinant Confital aan de binnenzijde, daarnaast Celtic Boco. Aan de buitenzijde Brutus. Daarachter volgt een Angie Meadow en achter Angie Meadow is aan de binnenzijde Silver Sycamore. Achter Silver Sycamore Dylan F. Boco met aan de buitenkant Alfonso Starlake. En achter Alfonso Starlake, die nu overigens het derde spoor op gaat zoeken, is het Rosalianse en haar Cashflow. Paarden gaan door de bocht, op weg naar de overzijde van de baan. Met nog altijd Dinant Confital aan de leiding. Maar Brutus is toch een hele taaie noot om te kraken. En die zet nog een keer de tanden op elkaar. Daarachter een gigant van een outsider, Angie Meadow. Maar die komt op dit moment wel naar de derde plaats. En gaat zelfs brutaal het derde spoor in. Als de deelnemers gevorderd zijn tot ongeveer halverwege de laatste bocht. Vanuit de start van het veld dan ook nog de aanval van paard nummer 4, Dylan F. Boco. Maar vooraan staan ze niet stil. En vooraan is het nog altijd die Dinant Confital die leidt. Maar aan de buitenzijde komt daar de aanval van Angie Meadow. Dinant Confital, Angie Meadow, Brutus daar tussendoor. Zo gaan de paarden op weg naar de finish. Angie Meadow, een gigant van een outsider. Komt net te laat om Dinant Confital terug te halen. Het is de 7 die het wint voor de 2, dan de 6 en dan de 4. Wij gaan huldigen, dames en heren, de winnaars van de Fisherman's Pride prijs, de tweede serie. En die is gewonnen door Dennis Minema met paard nummer 7, Dinant Confital. Een 5-jarige vosruin van Titus Boko uit Lillian's Love BR. Gevolgd door de heer Molhoek en het paard is in het bezit. Kasper heeft bij mij net de verkoopformulieren ingeleverd, Dennis. Nieuwe eigenaar? Nieuwe eigenaar, ja. Ja, die jongens wouden al een ander paard hebben, want Avenir zijn mee gestopt. En nou, Kasper wil deze verkopen, dus die jongens hebben deze gekocht. En gelukkig hebben ze weer een winnaar. Ja, nou goed, hij heeft natuurlijk altijd de Wolvenga-competitie moeten aanvaarden. Die is zwaar. Groningen-Alkmaar, is dat op dit moment het beste voor hem? Ja, gras. Hij gaat gewoon overal lopen, maar eerst even niet meer op Wolvenga. Gewoon een heerlijk koerspaard, daar komt het eigenlijk op neer. Dennis, eerst felicitaties aan de nieuwe eigenaren van deze Dinant Confital. Een zoon van Titus Boco uit Lillian's Love BR. U kunt in de handen, dames en heren, voor de winnaars Dinant Confital en Dennis Minema.